dat groep. Ja. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, maar als er geen geld is, is er geen geld. Klaar, ben je uitgepraat. Gaat de VVD daar iets mee doen? Jazeker, we hebben al overal briefjes hier ingevuld. Soms houdt dat in dat we een motie gaan indienen. Maar ook vaak het vervolggesprek om te kijken van of een initiatief verder kan worden gebracht. Maar zo maken jullie jezelf eigenlijk werk te doen? Ja, inderdaad. En helemaal op deze korte termijn. 2 jaar geleden stonden Uitsmijters 55 hier ook. Met de bedoeling om een nieuw honkbalveld te creëren. Want wij moesten weg van het Maatveld. Dat is toen gelukt. De gemeenteraad heeft inderdaad geld beschikbaar gesteld. Maar er is een probleem, want er is wel geld, maar geen locatie waar wij zomaar voor dat geld naartoe kunnen. Ik woon ergens daar in de buurt Hachhoek Rosarium en ik moet met de fiets altijd naar de stad of naar het station. En dan moet je over die drukke kruispunten. Nou, die stinken en je moet lang wachten en ze zijn gevaarlijk. Dus ik dacht, hey, als je nou een goedkope Bailey-brug aanlegt, tijdelijk of duurzaam, ter hoogte van de Theoslaan met de Emmastraat, dan passeer je die kruispunten en dan ben je ook zo in de binnenstad. Als je uithaalt en aangeeft vanuit de al gereserveerde innovatiemiddelen faciliteert. Ja. Ja, en je moet aangeven wat het oplevert, dus niet alleen wat het kost. Nee, wij houden er niet mee op. En als het hier niet kan, dan gaan we naar andere gemeenten. Dat zou jammer zijn. Maar we zijn er al jaren mee bezig. En het kan best van de grond komen, maar we zitten met het begin. We moeten die grond zien te kopen. En het geld van onze leden zit in hun woning. Kun je nou niet vrijmaken. Dus daarom, banken mogen niks, doen niks, kunnen niks, zeggen ze. Woningcorporaties mogen niks. En nou doen we beroep op de gemeente om of een lening te verstrekken, of een revolverend fonds in te stellen. En dat houdt in dat als je geld in het fonds stopt, dat kun je dus ons uitlenen voor een jaar of anderhalf jaar, dan komt het weer terug. Zodra wij ons huis hebben verkocht, komt het geld weer vrij. En dan vervolgens komt het geld weer terug en dan kan de gemeente het weer voor andere maatschappelijke doelen inzetten. Ja, ik ben Monique van Baren van de Eerthoek dus. En we hebben onlangs de prijs van de Ab Harrewijn gewonnen. En daar hebben wij Steungezin leren kennen. Steungezin is een internetplatform ter bestrijding van armoede. Ja, dus om dat te gaan lanceren in Almelo, ja, dat is natuurlijk altijd weer geld voor nodig. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar een soort van ondersteuning om dit te gaan lanceren in Almelo.